Goedemiddag, je luistert naar de Daily Stand-up. Mijn naam is Isabelle. En mijn naam is Daan. Dit is het nieuws van 3 november. We gaan het vandaag hebben over toenemend geweld, het WK in Qatar, een app om Nederlands te leren, drugs die misschien illegaal zullen worden en het leger des hels introduceert iets nieuws genaamd warme kamers. Daarover straks meer, maar nu eerst. De afgelopen dagen zijn er veel klimaatactivisten die actie voeren. Er werden schilderijen besmeurd met onder andere tomatensoep en aardappelpuree. Kenmerkend voor de klimaatactivisten is dat ze vervolgens hun handen vastlijmen. Over dit onderwerp spraken wij Boris de Munnik, woordvoerder van het Mauritshuis. Volgens de Munnik hebben de musea waar actie wordt gevoerd echter niks te maken met de klimaatcrisis. Je krijgt er publiciteit mee. De reden dat klimaatactivisten musea als doelwit hebben is volgens de Munnik omdat hier publiciteit automatisch uit voortkomt. Bezoekers hebben camera vaak al in de handen en dat maakt het opnemen een stuk makkelijker. De Munnik zegt zelf dat het op een gegeven moment geen zin meer heeft om op deze manier actie te voeren. Aandacht vragen voor klimaat, denk ik, is een heel zinvol iets, hè, voor de klimaatverandering. Maar om dat op deze manier te doen, ja, wat is de impact? En het levert erger in zo'n, moet je hier dan vastplakken aan een schilderij? Het negatief in het nieuws komen ziet Eva van der Helm, woordvoerder van Extinction Rebellion, niet als iets slechts. Ja, dat is een hele bewuste tactiek. Zelf doen we dan heel vaak die grote wegen blokkeren. Nou, je kan je voorstellen dat als je als automobilist daar bent en je moet ergens langs, ja, dan ben je niet blij. Hè, dus dat vinden we ook jammer. Het is niet dat we mensen boos willen maken. Dat is niet het doel. Maar het doel is wel ontregelen. Dus het doel is disruptie. Om eigenlijk te zeggen, mensen, iedereen, stop met je normale leven. Want er is een grote crisis gaande en mensen gaan nu dood. En in de toekomst ook. En we moeten nu actie ondernemen als we mensenlevens willen gaan redden. En dat gaat niet. Ik zou ook liever op een andere manier dat doen. Maar er wordt gewoon niet geluisterd. Dus het bewijst eigenlijk dat je dat acties heel opvallend moeten zijn. Waardoor we ook wel negatieve reacties krijgen. Maar wat wel een bewezen effect heeft. Er komen binnenkort nog meer belangrijke acties aan. Komende zaterdag hebben wij een grote actie op of rond Schiphol. Die SOS voor Klimaat heet. Waarbij we met name Schiphol willen oproepen om niet te vergroten in ieder geval. Dus dat is een hele grote. Ik weet dat 26 november, ook op een zaterdag, komt er een blokkade van de A12 aan. Stoppen gaat Extinction Rebellion volgens hen nog lang niet. Incidenten met wapengeweld op en na schoolterreinen komen de laatste tijd steeds vaker voor. Ook op de middelbare school Het Kamerling Onnes gevestigd in Groningen. Onlangs is daar gedreigd met een mes tijdens een vechtpartij. Zara de Jonge, klassevertegenwoordiger van 6 VWO, heeft contact gehad met leerlingen van de school en hoe zij zich over het incident voelen. Van vorig jaar begon het wel een beetje, dat spanning opliep bij mij op school. En begin dit jaar zijn er ook al een aantal incidenten geweest, qua vechtpartijen, maar ook zelfs op een gegeven moment iemand die een mes had getrokken bij ons op school. Dus ik denk inderdaad dat redelijk wat mensen zich onveilig hebben gevoeld. Het valt op dat na het incident vechtpartijen anders worden gehandhaafd voor de veiligheid van alle aanwezigen op de school. Wat ik zelf heel erg merk is dat de school, ik bedoel, het zijn nu elke keer de conciërges die naar voren worden geroepen. Dus maar er staat weer een groep jongeren iemand op te wachten, noem maar op. Dus dan moeten de conciërges ook ingrijpen om ze door ze weg te sturen, dat soort dingen. Tenminste, zo ging het elke keer in het begin. Die stap wordt overgeslagen en er wordt eigenlijk vrijwel direct politie gebeld. Voor conciërges of docenten om bij dat soort incidenten in te grijpen. Dat is natuurlijk voor hun veiligheid ook niet oké. En zij zijn ook niet aangenomen om beveiligers te spelen. Wat dat betreft is dat denk ik wel het keerpunt geweest dat ze zeggen van voor onze eigen veiligheid en voor die van de leerlingen bellen we gewoon meteen de politie. Tussendoor houden leraren wel contact met hun leerlingen over dit onderwerp door middel van kleine onderzoeken over in hoeverre leerlingen beïnvloed worden door deze incidenten. Met het einddoel dat het schoolbestuur er meer tegen gaat doen. Politiek verslaggever Merel Erk werd vorige week opgezocht op haar kantoor en geïntimideerd door FVD-Kamerlid Gideon van Meijderen. Hij had een cameraman bij zich en wilde de verslaggever op beeld confronteren voor zijn een nieuwe YouTube-serie genaamd Rioolratten ontmaskerd. Volgens Van Meijeren had zij bewust feitelijke onjuistheden verspreid om Forum voor Democratie een hak te zetten.
algemeen secretaris van Nationale Vereniging van Journalisten, Thomas Bruning, vindt dat dit soort manieren van eigen recht voorkomen moeten worden. Daarom besloot de Vereniging voor Journalisten een brief te sturen naar de Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Ik denk dat vooral het risico is dat als je je niet houdt aan de afspraken, aan het contract dat ze blijkbaar moeten tekenen met Qatar, ja, dat ze dan juridische stappen zullen nemen en dat je het geld in ieder geval op zijn minst terug zult moeten betalen. Bruning legt uit dat journalist zijn altijd een beroep is geweest waar bepaalde risico's aan zitten. Journalisten gaan naar gebieden waar spanningen en conflicten zijn en het gaat hier vaak om corruptie en misdaad. Mensen zijn daar meestal niet blij mee. Maar volgens Bruning is dat niet specifiek iets van deze tijd. Het wordt je zelfs gevraagd als betaalde supporter dan om ook je omgeving in de gaten te houden en te informeren aan Qatar als er mensen zijn die zich wel negatief uiten. Dus dan laat je het niet alleen gebruiken voor propagandadoeleinden, maar dan word je ook nog een soort informant voor de Qatarese regering. Je wordt tegenwoordig niet alleen aangevallen op het nieuws dat je brengt, maar gewoon om het feit dat je journalist bent. Dat is het alarmerende eraan, zegt Bruning. Vijftig Oranje-fans gaan op kosten van de Qatarese regering naar het WK. Door middel van zogeheten sportwashing wil Qatar haar imago van de afgelopen weken poetsen. Het land kwam via de supportersvereniging uit bij de desbetreffende supporters. Het idee is om de fans een positieve aandacht te laten uiten. Er mogen geen negatieve uitspraken gedaan worden. Wij spraken woordvoerder Ruud Bosgraaf van Amnesty International. Ik denk dat vooral het risico is dat als je je niet houdt aan de afspraken, aan het contract dat ze blijkbaar moeten tekenen met Qatar, ja, dat ze dan juridische stappen zullen nemen en dat je het geld in ieder geval op zijn minst terug zult moeten betalen. Graaf vindt het schrijnend dat de betaalde supporters opdracht hebben meegekregen om mensen te rapporteren bij dergelijke uitlatingen. Het wordt je zelfs gevraagd als betaalde supporter dan om ook je omgeving in de gaten te houden en te informeren aan Qatar als er mensen zijn die zich wel negatief uiten. Dus dan laat je het niet alleen gebruiken voor propagandadoeleinden, maar dan word je ook nog een soort informant voor de Qatarese regering. Om te zien hoe de meningen op campus verdeeld zijn, ging Pat op pad en Wout in de Kraut. Welkom bij Pad op Pad. Vandaag zijn we op het Winnersheim in Zwolle met het oog op het WK in Qatar. Naar verluid zijn er in Qatar 6500 arbeiders omgekomen tijdens de bouw van de stadions. Voetbalbonden en bekende voetballers hebben zich al uitgesproken over het WK. Onze stelling van vandaag is: ik ga anders naar het WK kijken door de gebeurtenissen in Qatar. We spreken met Gila. Nou, daar ben ik het wel mee eens, want WK is natuurlijk een hele grote omvang van meerdere voetbalwedstrijden. Hiervoor worden meerdere stadions gebouwd en daar zijn best wel wat mensen overleden en... Ja, die arbeidsomstandigheden zijn gewoon heel erg slecht. Dat gebeurt dus omdat wij massaal daarnaar willen kijken. Dat is niet helemaal de bedoeling en de gezondheid van mensen moet voorop gaan. En daardoor ben ik wel een beetje anders gaan kijken naar het WK. Ik ga niet anders kijken naar het WK, want ik denk dat de oplossing binnen andere partijen ligt. En niet zozeer tussen de gewoon toeschouwende burger vanaf de bank. Ik denk als je echt een verschil wil maken, dan moet je zeg maar als media met z'n allen zeggen... Hey, wij gaan er niet heen, want jullie brengen natuurlijk aan de man. En wanneer de media niks koffert, zeg maar, krijgt ook niemand er wat binnen van. Dus dan wordt het zeg maar echt geboycott. Want je kan natuurlijk zeggen als speler, hey, ik ga er niet heen. Maar dan gaat de rest van je team nog. Ik denk zeg maar als je naar Qatar gaat, dat je dan wel echt fout zit. Want dan heb je een actieve bijdrage in de financiering van een systeem wat zo corrupt is daar. Omdat je dan direct naartoe gaat en directe partijen daar steun gaat geven. Waardoor zij hun macht alleen maar verder kunnen uitbouwen. Waardoor de machtsverhouding daar en als we dan nog schever raken. En deze week kwam daarbij naar buiten dat de Qatarese regering Nederlanders gaat betalen om het WK in Qatar te promoten. Dus Nederlanders gaan er naartoe en die krijgen geld van Qatar om zich positief uit te laten over het land. Wat vind je daar dan van? Ja, dat vind ik ook heel dubbel. Natuurlijk, het WK is heel groot, dat kun je niet zomaar inderdaad aflassen of zo. Ja, er moet wel bij stilgestaan worden dat er wel heel veel dingen zijn gebeurd en dat het ook niet allemaal zo zuiver is, zeg maar, als we denken. Zo'n groot WK, dat staat er wel een beetje los van. Het voetbal vind ik losstaan van de gebeurtenissen. Nou, de voetballers zelf, die hebben er niks mee te maken. Die weten niet wat er allemaal gebeurt. Ja, misschien wel, maar ik ga er niet van uit. Ja, dat supporters of fans zich daarvoor lenen vind ik heel vreemd. Ik zou dat zelf nooit en nooit doen. Het is uiteindelijk het vrijwillig en je beïnvloedt wel berichtgeving erover. Je betaalt mensen om bepaalde dingen te rapporteren of te zeggen. Dus nou ja, het is wel een beïnvloeding. Ja, ik zou dat zelf nooit doen. Dankjewel, Wouter en Patricia. Tegenwoordig is er steeds meer mogelijkheid tot het krijgen van gratis menstruatieproducten. In Groningen is GroenLinks bezig met het realiseren hiervan. Ze hebben onlangs een motie ingediend voor het aanbieden van gratis menstruatieproducten, waarna dit ook is goedgekeurd.
Over dit onderwerp spreken wij Elte Hillekens, gemeenteraadslid GroenLinks in Groningen. De aanleiding daarvan is geweest dat we eigenlijk gewoon heel vaak zien dat er best wel veel menstruatiearmoede is. Dat mensen gewoon... Kijk, het is armoede in zijn geheel, maar het is gewoon een specifieke groep mensen die deze uitgaven moeten doen. Terwijl ze eigenlijk gewoon het geld daarvoor niet hebben. En dan gewoon keuzes moeten maken om hygiënische producten te gebruiken of überhaupt helemaal geen producten te gebruiken. De producten zijn voor iedereen toegankelijk. Wel wordt er verwacht dat niet iedereen hier gebruik van zal maken. Over de uitvoering wordt nog nagedacht. Het moet namelijk zonder ongemakken te bereiken zijn en schaamte moet geen rol spelen. Wanneer deze gratis menstruatieproducten verwacht kunnen worden in openbare gebouwen is nog onduidelijk. Er is hoop dat dit zo snel mogelijk gebeurt, maar dit hangt af van verschillende factoren. En hoe leer je als nieuwkomer de Nederlandse taal? Abed Al-Rahman heeft het app Woordmolen ontwikkeld. Deze app moet vluchtelingen helpen om de taal snel onder de knie te krijgen. Er zijn 3 talen beschikbaar, Engels, Arabisch en Oekraïens. De app-gebruikers krijgen een fragment in het Nederlands te zien. Vervolgens moet hij de juiste vertaling kiezen van het fragment in zijn eigen taal. In die tijd kon ik moeilijk met Nederlanders communiceren. Omdat ik de taal niet kon spreken. En ik vond zo'n lesgever op school niet heel leuk. Toen kwam ik met het idee om iets te ontwikkelen die nieuwkomers kan helpen. Al-Rahman is 6 jaar geleden gevlucht uit Syrië en moet zelf ook de taal leren. Door zijn ervaring wil hij de nieuwkomers helpen met Nederlands leren door middel van deze app. Weer 1 jaar geleden begonnen met die app. En de app is bijna klaar. Nog de punten op de E moeten zitten. Dan kunnen mensen hem downloaden en gewoon gebruiken. Vanaf 1 januari zeg maar. Wethouder Halsma kwam onlangs met het statement: The war on drugs werkt niet. Dit gaat met name over legalisatie van ecstasy en cocaïne. Margriet van Laar, hoofddrugsmonitoring bij Trimbos, Instituut voor Mentale Gezondheid, geeft aan dat het legaliseren van ecstasy en cocaïne een erg groot en gevoelig onderwerp is. Als je een discussie voert over reguleren en legaliseren, heb dan goed voor ogen wat de eventuele voordelen zijn. Doe dat niet op verkeerde gronden. Dat lijkt mij heel belangrijk. Hè? Als we nu met z'n allen de verwachting hebben dat wij door de productie en handel en verkoop in Nederland te gaan reguleren, of wat je noemt legaliseren, denk dan niet dat we opeens van die georganiseerde criminaliteit af zijn. Beide drugs zijn ontzettend schadelijk. En dat gaat met name over de zogenaamde zuivere stoffen die in de drugs voorkomen. Ja, hoe lager je de drempel gaat maken, ook voor het gebruik. En dat hangt wel weer heel erg samen met de manier waarop je dat doet. Dan bestaat er een kans dat het meer gebruikt wordt. Hè? Omdat je misschien ook als overheid het signaal afgeeft van jongens, wij legaliseren die middelen. Dat kan de indruk wekken dat de overheid zegt van oké, ze zijn dus niet zo schadelijk. Want wij vinden dat ze gewoon verkocht kunnen worden. Van Laar geeft ook aan dat het legaliseren er waarschijnlijk niet voor zal zorgen dat de criminaliteit rondom drugs zal verminderen. In Nederland zou het ervoor zorgen dat consumenten niet meer van een illegale markt afhankelijk zijn, maar het verandert niks met de export van ecstasy en cocaïne naar het buitenland. De effectiviteit van het legaliseren van de drugs is van meerdere factoren afhankelijk. Aan de andere kant, als je de drempel weer te hoog maakt door bijvoorbeeld het in apothekers te gaan verkopen, dan wordt de drempel misschien weer zo hoog dat mensen zeggen, nou laat maar zitten, ik heb mijn WhatsApp-dealer wel eventjes. Ik snap de discussies en ik zie ook dat er een groot probleem is op het terrein van de georganiseerde criminaliteit. Alleen denk ik dat een simpele oplossing er gewoonweg niet is. Anders hadden we hem al lang bedacht en was het probleem al opgelost. Het Leger des Heils heeft aangekondigd dat er vanaf 1 november door heel Nederland warme kamers worden geopend. Mensen die thuis noodgedwongen in de kou zitten vanwege de hoge energieprijzen, kunnen sinds kort terecht bij nieuwe buurthuizen. Bezoekers kunnen hier nieuwe mensen ontmoeten, op hun gemak studeren of een spelletje spelen met de rest van de buurtgenoten. Kijkend naar de stijgende prijzen als gevolg van de inflatie en de stijgende energieprijzen, zagen wij van de zomer eigenlijk al een ontwikkeling en dachten, nou, dit kan nog wel eens lastig worden deze winter. He, waarin mensen dan, nu is het nog mooi weer en is het nog zomer, maar als straks de huizen weer verwarmd moeten gaan worden, kunnen de mensen dat dan wel betalen. Het Leger des Heils wil nu al hulp aanbieden, omdat de aangekondigde maatregelen van de overheid volgens de organisatie pas volgend jaar ingevoerd zullen worden.
compensatieregeling beginnen. Maar dat gaat pas na januari gaat dat plaatsvinden. Dus we hebben gezegd van we gaan op november, december en januari gaan we warme kamers mogelijk maken. En we hebben gevraagd aan de samenleving en de organisaties daarin om met ons mee te doen. Het leger des Heils is nog druk op zoek naar vrijwilligers voor deze warme kamers. Via de website warmekamers.nl kunnen mensen zich hiervoor aanmelden. Wat een mooi initiatief van Leger des Heils. Dat vind ik ook. Volgens mij was het hem voor vandaag, of niet Daan? Ja, je hebt gelijk. Dit was het Daily Standard voor vandaag. Ik ben Isabelle. En ik ben Daan en we wensen nog een hele fijne dag.